Lucas, weer een mooie avond in Eindhoven. Ja, klopt. Moeilijke wedstrijd, maar toch weer 3 punten en 3 goals. Dus ja, tevreden naar huis. Ja, de eerste fase van de wedstrijd hadden jullie het lastig. Waar kwam dat door? Goh, ja, ik denk dat Jong PSV wel de beste ploeg is die we al tot nu toe hebben al tegengespeeld. Ja, ze proberen goed te voetballen. Het is een heel klein veld hier. Dus het is moeilijk om hun te laten lopen, wat eigenlijk ons plan was. Maar ja, in het begin is het een beetje aftasten, veel lange ballen. En dan zie je dat we eigenlijk op kracht die jongens overklassen. En dan nemen we de wedstrijd over. Ja, zij waren wat gevaarlijker, maar toch kregen jullie de beste kansen in de eerste helft. Ja, niet zo heel veel kansen, maar gewoon zoals afgelopen week. Gewoon de beste kansen waren voor ons en die maken we dan af. Ik denk dat zij niet heel gevaarlijk waren. Michael vrij weinig heeft moeten doen. Zeker de eerste helft en de tweede helft alleen die penalty. Dus weer prima. Ja, en de eerste helft, een doelpunt voor jou. Ja. Elke week zeggen ze tegen mij en NS van jullie moeten scoren. Dus bij deze hebben we dat weer gedaan en hopelijk volgen het er nog. Ja, volgens mij was het een mooie voorzet van Nicolai Lauwsen, toch? Ja, hij speelde tussen de benen van zijn tegenstander en ik moest hem alleen maar binnen tikken. Ja, de rust staan jullie met 1-0 voor. Wat werd er in de kleedkamer verteld? Hoe moesten jullie de tweede helft in? Eigenlijk ja, hetzelfde als in de eerste helft, alleen iets rustiger aan de bal zijn. Ik denk dat wel goed gelukt is. We zetten ze nog steeds hoog onder druk, ze kwamen er niet uit. Ik denk dat we gewoon fysiek de betere waren en dat heeft de tweede helft geloond. Ja, jullie scoren snel de 2-0. Ik denk dat het toen wel gebeurd was, toch? Ja, toen wel. Dat werd ook gezegd. Probeer die 2-0 te maken en dan is het klaar. Soms moet je veel lang geduld hebben eer dat gebeurt. Maar ja, nu was het heel snel en was de wedstrijd wel klaar. Ja, de goals werden gevierd met het publiek dat achter de goal zat. Gaf jullie denk ik wel een boost, toch? Ja, gelukkig was het publiek er. Want anders is het maar een doodse bedoeling. Dan voelt het toch als een jeugdwedstrijd. En nu voelt het tenminste als een echte wedstrijd. Ja, nu 3 wedstrijden, 9 punten. Een droomstart denk ik toch? Ja, 3 wedstrijden, 9 punten, 10 goals en 0 tegen. Dus dat is prima. Ja, hoe bevalt jouw eigen rol in het team? Want volgens mij speel je net iets anders dan vorig jaar. Iets meer naar voren, toch? Ja, iets aanvallender. Eigenlijk een beetje zoals ik vroeger ook al speelde. Echt box-to-box. Zowel verdedigend helpen als aanvallend nuttig zijn. Misschien niet de meest verfijnde voetballer. Maar ja, ik probeer wel nuttig te zijn.